En zo zijn ze halverwege de Tjaarda-bocht. 3 lengte voorsprong heeft hij. Florida Transair. Florida Transair. Fnatic Star moet van heel ver komen. Gaat nu naar plaats 2. Allez, le numéro 6, Florida Transair avec Fred Handeler. Maar attention, le numéro 4 maintenant qui se rapproche à son extérieur et qui va tenter peut-être de venir l'inquiéter, mais peut-être même venir le battre au poteau. C'est toujours très serré entre ce 6, le 4 et puis l'As qui excellente légume qui se relance le long de la corde. Toujours le numéro 6, mais le 4 maintenant passe à l'extérieur. 4, 6, As. Il y aura photo quand même pour la première place entre le 4 et le 6. Le As est troisième. Pour la quatrième place, le numéro 7, Forest Bend. Moi, je pense qu'il a résisté, Georges. Oui, on va voir. Je pense 6, 4 de préférence devant le 1, le 7 et le 9. Laurent, évidemment, vous l'avez compris, c'est très pointu. Hein. Er was precies een lipdikte in het voordeel van de 6. Florida Transair, Fred Handelaar. Wat een winnaar, zegt Florida Transair, Fred Handelaar. 25 tegen 1. Het is het PMU-effect, want zo'n paard hoort natuurlijk lang niet op zo'n coat te staan. En dat maakt het heel interessant. Het is jammer voor Wim Brouwer en de Fnatic Star. Ze zaten er heel dichtbij, maar we hebben hele mooie apparatuur. Ja, Bas, ik moet je maar vaker interviewen. Het brengt geluk, geloof ik. Nou, vandaag wel, maar Fred, het magistraal gereden. Ik heb paarden goed, maar het zijn niet al die medelaars te parkeren. Maar bewezen dat hij nog steeds goed is. Is hij zeker. En daar zijn ze, de winnaars. Felicitaties zijn er voor Fred Handelaar. Het is de tweede zege voor Stal PD. Ja, Fred, in dit geval kon je het zelf ook niet zien, hè? Nee, dit was krap. Ik moet zeggen, ik had de meeste hoop op mezelf, maar het was heel krap. Jij kan aardig met erover weg. Ja, ik heb geen reden tot klagen met de Sunshine. Al was het de eerste overwinning voor jullie? Klopt. Maar een paar keer goede koersen hier gelopen en nu eindelijk het begeerde eentje. Fred Handelaar slaat toe met Florida Transair. Dochter van Muscles Yankee uit Guration Hanover. Een fok op advies van Bas Zwarts, de fokkerijdeskundige. Hij koos deze hengst bij deze moeder en dit is het resultaat. De familie Redder, fokkereigenaren. Nee, eigenaar Stal PD, de familie Redder natuurlijk, de fokkers. Bas Krebas, de trainer, Fred Handelaar, onze nationale trots. De amateurrijder van dienst. We danken nogmaals Merwe Staal, Moerdijk BV, voor het bijdragen aan deze koers. Prachtige sierdeken namens het bedrijf uit Moerdijk. En u kunt in de handen voor de winnaars Florida Transair en Fred Handelaar. Het is een 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Excellent Legume. Die kan heel hard beginnen. No Spa is er ook bij. Die doet mee aan het duel om de leiding. Helemaal aan de buitenzijde komen ze ook naar voren. Titanium Gar zit ertussen. Florida Transair gaat naar het derde spoor naar voren. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Excellent Legume is daar als eerste. No Spa als tweede. Daarachter gaat in parkeren Florida Transair. Daarachter volgt Benji Boy. Die heeft een hele goede start gehad. Dat is een heel lastig paard om weg te krijgen. Maar Leonie Kalis is dat gelukt. Aan de buitenkant gaat nu naar voren. Love is in the air. Daarachter Titanium Gar. Die voor zijn doen eigenlijk een veel te goede start had. Daarachter aan de relingzijde Diola P. Achter Diola P. volgt aan de relingzijde Durk en Boko. Daarnaast ligt in het tweede spoor Fnatic Star, de favoriet. Daarachter aan de relingzijde Chiquita GS. Daarnaast Forest Baint. Daarachter volgt nog een deelnemer. Dat is de nummer 12. En dat is Daisy van Kampstra. Die ligt in de staart van het veld. Gaat nu wel naar het tweede spoor. Voorlaatste plaats aan de relingzijde is nu voor Chiquita GS. Nee, dat is niet Chiquita GS. Dat is de 15. 3 de Boko. En dan moet er ook altijd iemand laatste zijn. In dit geval is dat dan de nummer 13. En dat is
Eddie, ready, go. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Hebben ze in ieder geval allemaal één keer genoemd. En zijn ze alweer in de rechte lijn voor de tribune. En gaan ze zometeen op weg naar de slotronde. Leiding is daar nog altijd in de handen van de deelnemers. Jo, enorm begonnen. Excellent Legume, maar die haalt nu het tempo uit de koers. Daar komt Handelaar aan de buitenzijde met Florida Transair. Excellent Legume, Florida Transair. Daarachter aan de relingzijde Benji. Wow, een aanrijding. Dirk en Boko stapt daar op de kar van de nummer 10. Nummer 11, nummer 11, galop. En de 11 is eruit. Hij sprong al een paar keer, hoorden we zojuist. Maar Dirk en Boko is er nu echt uit. Liep daar boven op de kar van Diola P. Maar gelukkig liep alles goed af. En zo gaan de paarden de rechte lijn over zijde. Nummer 5, galop en onregelmatig. De 5 er ook uit, dat is Titanium Gar. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En daar gaat de aanval vol geopend worden. De aanval aan de buitenzijde door Fred Handelaar. Florida Transair aan de relingzijde probeert mee te gaan. Een excellent Legume, maar dat lukt niet. Aan de buitenzijde komt nu naar voren Fanatic Star. Fanatic Star gaat naar plaats 3 en zo gaan ze de laatste bocht in. Dan leidt Florida Transair, ligt op de tweede plaats Excellent Legume. Derde is Fanatic Star. Vierde plaats aan de relingzijde voor Benji Boy. En zo gaan ze de laatste bocht door. Komt er nog iets uit het achterveld? Ja, eentje nog, Forest Weemt. En zo zijn ze halverwege de Tjada-bocht. Drie lengte voorsprong heeft hij. Florida Transair. Florida Transair. Fanatic Star moet van heel ver komen. Gaat nu naar plaats 2. Excellent Legume ligt derde. Benji Boy vierde. Forest Beamed vijfde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Handelaar kan er nog niet gerust op zijn. Is hij ook niet. Die gaat hard aan het werk, Handelaar. Dat doet hij graag. Want hij is op weg naar zijn 25e nationale titel. Deze zou hij graag willen winnen. Maar hij gaat hem misschien wel niet winnen. Daar komt hij. Op de streep is het Florida Transair met een neusje. Tweede plaats Fanatic Star. Derde Excellent Legume. Handelaar met de gouden handjes.